sun is rising, here we are. I didn't think we'd come this far. I just feel it. This is truly where I belong. Making my way down Ocean Drive. Hungover people pass me by. I know they feel it. Yeah, they feel the way that I do right now. Lost in Miami and we were too drunk, but it was only you and I. En omdat Alisa een beetje stinkt, gaat ze maar rap een spritsje doen. Girl, you smell. Ja, het is nodig, ja. Doe maar één. Welke pak je? Oké. Hallo iedereen. Wij zijn in Atlanta. Ik had gezegd dat ik niet ging filmen, maar het is de tweede dag dat we hier zijn. We zijn hier blijven slapen. Gisteren hadden we normaal 2 vluchten. Eerst van Orlando naar Atlanta, dan van Atlanta naar Düsseldorf en dan moesten we nog rijden naar huis. Maar onze vlucht van Orlando naar Atlanta was 3 uur vertraagd of zo. 3 uur en een half. 3 uur en een half vertraagd, waardoor we onze aansluiting in Atlanta hebben gemist. Ja. Waardoor dat we moesten blijven slapen in Atlanta. En waardoor we vandaag de hele dag op de luchthaven zijn. En zelfs hopelijk naar huis kunnen. Want normaal gezien wel. We zijn toch ingeboekt op de vlucht. Dus over een uur zouden we vertrekken. Eindelijk. Maar ik wou dat dus even zeggen. Nu ga ik de vlog wel stoppen. En ga ik morgen gaan filmen. Dus tot morgen, hopelijk in België. Hallo iedereen. Wij zijn terug. Thuis! Oh, amai. Eindelijk, zegt. Het was me er wel eentje. Wij hebben... Ja, ik denk dat ik wel heb gezegd dat we vertraging hadden. Dus we vertrokken in Orlando op de luchthaven. En toen we aankwamen was onze vlucht delayed naar een uur later. Maar dat was nog geen probleem. Maar we vlogen Orlando, Atlanta, Atlanta, Düsseldorf. En door een storm in Orlando, denk ik. Ja. Was er storm, want al die vluchten daar waren delayed. Mm-hmm. Dus delayed, vertraagd. En toen uiteindelijk was onze vlucht echt 3,5 uur of zo later. Waardoor we onze aansluiting in Atlanta hadden gemist. En dat was de enige vlucht naar Düsseldorf per dag die daar in Atlanta vertrekt. Dus moesten we in Atlanta gaan slapen. Wat best nog wel gezellig was. Het was vlakbij, het hotelletje. Ja, het hotel was vlakbij. En zo was goed. En had een lekker eten. Mm-hmm. Maar het enige spijtige was dat we onze bagage niet mochten ophalen. Mm-hmm. Dus we zaten gewoon met onze kleren waar we in hadden reizen. En gelukkig zeg ik altijd, pak een extra onderbroek mee. Je weet nooit wat er gebeurt. Mm. Dus ik heb altijd een extra onderbroek als ik ga reizen. Mijn handbagage of mijn sacoche. Ja. Als ik ga reizen, hè, niet dagelijks. En Sam had ook één bij, dus dat was wel goed. Ja, extra onderbroek, extra sokken, extra t-shirt dat ik allemaal meegepakt heb. Ja, ik had een shortje bij, sandalen. Extra t-shirt en extra onderbroek, dus dat was wel goed. En we moesten wel apart slapen. Sam ging bij zijn ouders op een kamer en ik bij mijn ouders en mijn zus. Maar ja, dat is niet zo erg voor één nacht. En dan zijn we de volgende dag eigenlijk vertrokken van Atlanta naar Düsseldorf. Maar pas 's avonds was de vlucht. Mm-hmm. Dus hebben we nog voormiddag aan dat zwembad gezeten. En in de luchthaven rondgelopen. Gezeten en gewandeld. Echt heel tof. Ja. Maar toen zaten we op het vliegtuig en toen was ik wel heel blij. Want er zat echt amper volk op het vliegtuig. Er waren 82 vrije plaatsen. Er waren 82 vrije plaatsen in economy class. Dus de gewone klasse waar wij zaten. En voor mijn zus, ik en mijn zus en mijn mama zaten eigenlijk op één rij. En voor mijn zus was een hele rij, achter mijn zus waren nog 2 rijen. Jij had een hele rij alleen voor u. Mm. Dus we hadden eigenlijk allemaal een rij. Ik had 3 stoelen, mijn zus ook 3 stoelen, jij 3 stoelen. En onze ouders altijd zo 2 aan het raam. Dus ik heb me echt zo helemaal kunnen leggen, zalig. Mm-hmm. Ik zal foto's toevoegen nu.
dan zijn we eindelijk deze morgen hier toegekomen. Ja. Het is een middag, het is een morgen. Pff. Na een dikke 2 dagen. Helemaal in de war. Ja, niet deze morgen, maar deze middag. Ja. Na een dikke 2 dagen onderweg. Maar oké, we zijn thuis een dag later als gepland. Normaal ging ik vandaag werken op kantoor. Jij ook, bij je job. Maar ja, dat ging niet, hè. Nee. Maar ja, daar kun je niks aan doen. Hè. Dat is zo stom, want ja, onze ouders en zo moesten ook werken. Maar dat is zo stom. Ja, je hebt dat gewoon niet in de hand. Je kunt niet zeggen, ik pak de auto wel of ik pak een andere vlucht of zo. Want dan moet je allemaal zelf betalen. Dit voorziet de maatschappij dan, de vluchtmaatschappij. Er was maar 1 vlucht per dag die naar Düsseldorf ging. En onze auto stond in Düsseldorf. Ja. Dus we konden ook zeggen, we vliegen naar Amsterdam. Maar dan moesten we 3 uren van Amsterdam naar huis. En dan moesten we met de trein of zo. En, oh, een heel gedoe. Maar ik ben blij dat we er zijn. En ik was heel blij, echt, dat ik 3 rijen had. Ik heb nog nooit zoveel en zo goed geslapen op het vliegtuig. Ik slaap nooit op het vliegtuig. Nu heb ik tenminste iets kunnen slapen. Ik heb echt goed geslapen. Ik heb echt 6 uren van de 8 geslapen, denk ik. Want na het eten, het avondeten, heb ik me direct gelegd. Slaapgevallen. Oh, zalig was dat. En dan maakte papa mij wakker, omdat we gingen landen. Echt. Zo wil ik altijd vliegen. Ik ben jaloers op mensen die altijd zo'n first class kunnen vliegen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Nee. Maar ja, dit was echt zo zalig. Ik kon echt op mijn zij liggen, me helemaal strekken. Alles. Dat was echt super. Maar oké, dat is dus wat we hebben gedaan. Net zijn ook nog Sam zijn ouders hier geweest. Alsof we die nog niet genoeg hadden gezien. Nee, we hadden gevraagd als die hier ook kwamen eten. We hebben vandaag de was gedaan. Het huis al helemaal gepoetst. We zijn terug opgeruimd. Bij de katjes. Oh. Ja. De katjes gekuddeld. Waar zijn die zelfs? Milky! Nee. Ik hoor dat iemand zich aan het wassen is. Nee, Sheldon is aan het eten, denk ik. Dat kan ook. Ik hoor die zo. En wat wil ik nog zeggen? Amai, ik ben moe van de jetlag. Maar we moeten nog proberen 1,5 of 2 uur wakker te blijven. Nou, dus Sam zijn ouders waren net hier en dan hebben we kebab gegeten. Was wel lekker. Glaasje wijn gedronken, zodat ik zelfs goed kan slapen. Oké, we gaan hier de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Hopelijk vonden jullie de vakantievlogs leuk. Oh, daar is Milky. Milky, kom! Hey! Hey! Ik denk dat ze gemist hebben in de vlog, hoor. You love me? You missed me. Wil die uit. Missed me? Dus zeker thumbs up als jullie de vakantievlogs leuk vonden. En wij zien jullie morgen. Morgen.